PS Gameplay, ik ben Pieter Jan en leuk dat jullie kijken naar misschien wel een nieuwe serie genaamd Minecraft Skywars. En de meesten weten waarschijnlijk wel wat Skywars is. Maar weet je, voor degene die het nog niet weten, ja sorry dat ik even wegkijk voor jullie. Maar het is om alles even nog een beetje te zetten zo in de hoek, anders kan ik het absoluut niet tegen. Het moet voor mij altijd in een hoekje staan. Aansluit op de rest van de video. Dus, nice. Nou, dit wat kleiner. Zo, perfect. Niks meer aan doen. Maar, wat ik dus ga doen is Minecraft Skywars. De meesten kennen het wel. Maar sommigen kennen het waarschijnlijk nog niet. Dus, voor de gasten die het nog niet kennen. Oh, even. Instellingen. Maar voor degenen die het nog niet kennen. Het is dus een minigame. Dus, dan moet je op allemaal eilandjes moet je elkaar eraf knikkeren. Je moet, vechten. Ik zit in de Snakes map. Maar het is dus een minigame. Dan moet je op eilandjes elkaar eraf knikkeren. En ik vind het wel grappig. Ik vind het wel leuk. Ik ben er echt fucking slecht in. Dus jullie zien heel veel fails waarschijnlijk. Maar dat is niet erg. Dus iedereen is al ergens noobie in. Ik in totaal heb het 5 uur gespeeld. Dat is niet al te lang. Dus ja. I apologize for bad gameplay. Is hij nou afgeflikkerd of niet? Lol. Wat denk jij? Ik ga me niet. Dief is gewoon lekker suicidaal bezig. Maar jullie hebben mij nog nooit zo gezien met een koptelefoon op. Het is een Samsung koptelefoon. Heb ik gewoon een keer gekregen, volgens mij voor Sinterklaas, dacht ik. Maar hij is wel fijn. Daar gaat het om. Dus ja. Oeh, nice, wat arrows. De bow neem ik ook mee, zodat anderen het niet krijgen. Wat denk je, vriend? Wat denk je? Wat denk je? Hé, man, wat denk je, hè? Wat denk je? Wat denk je? Wat denk je? Wat denk je? Wat dacht je, hè? Wat denk je nou? Kut. Ja. En dan ben je dus dood en dan doe je slash lief. Dus. Maar volgens mij kende iedereen het wel. Dus, By the way, ik ben morgen ook jarig. Als ik dit vandaag upload, dan word ik 13. Het is vandaag 28 februari. 1 maart ben ik jarig. Dus morgen. Misschien ga ik er een extra video van maken. Misschien ook niet. Dat weet ik nog even niet. Maar ja, dat. Ik neem op. Hallo YouTube. What the fuck? Shit. Oh ja, yes. Ik wist mezelf nog prima te redden. Zo, hop. Dit is een sluw trucje dat ik heb geleerd van ook andere YouTubers. En als hij hier naartoe komt, dan ben ik echt lul. Dus laten we daar maar niet op gokken. Bij de Rainbow Map heb ik gezien dat je gewoon naar elkaar toe kan springen als het ware. Dus, maar shit, ik heb geen bow helaas. Dan moet ik het maar doen met eieren.
goed geworden. Deze gaat weg, deze gaat bij. Very nice. Die bouter. Dat gaat niet, hè? Dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat niet. Volgens mij moet je maar even optieven, ja? Als ik jou was, zou ik maar even optieven, namelijk. Hoe de fuck kan hij me killen? Dat snap ik niet. Hoe de fuck kan dat? Waarom, weet je? Waarom? Waarom? Waarom doen ze dat? PJ, het is Skywars, dan moet je je killen. Ja, dat weet ik ook wel. Oké. Laten we maar Kid Pyromania kiezen. Ik kan het misschien ook wel eens gaan doen samen met andere vrienden. Zijn die YouTubers online? Nee, helaas niet. Ja, ik, by the way, maar andere YouTubers. Ik ben ook een YouTuber, don't forget. Maar jullie snappen me wel. Oké, cool. Oh yes, Kembo. Nice. Zoals je nou. Yes, arrows. Nice. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Huh? Wat denk ik nou? Wie doet dat? Wie doet dat? No way! No way! No way! Ik zat toch gehyped? Ja, ik ben dus fucking noob in Skywars. Sorry dat jullie dit moeten zien, maar het zijn punten. Ik ben al 159 keer dood gegaan, 1 keer gewonnen. En ik heb al 6 uur gespeeld, bijna 7 uur. Maar ja, ik ben dus fucking noob, zoals jullie weten, in Skywars. Dus yep. En nu gewoon maar even wachten. 4, 3, 2, 1. Bam! Hup, oké, sword. Kijk, alles, alles, alles. Alles is voor PJ! Ik heb nog geen boots, dacht ik. Nee. Duw maar even aan. Ik heb geen chain leggings. Want ik weet dat chain beter is. Eerst dacht ik altijd dat gold beter was. Maar chain is dus beter. Misschien verklaart dat ook waarom je chain niet kan craften. Maar ja, volgens mij zit het een beetje tussen gold en diamond in. Chain. En rood, ik heb zijn sneeuwballen. Shit. Huh? God damn it. Ja, jullie kijken de hele tijd naar veel PJ. Dit wordt, met de tijd wordt het echt wel beter, ik beloof. Bitch. Shit. Wat ik zou opnemen. Snakes. Nice. Oké, dan pak ik Kid Pyromaniac. En dan duik ik recht op die fucking kist af. En dan pak ik al die fucking loot. En hopelijk zit er een goede bow in. Met heel veel arrows. En ja. Ik weet niet hoeveel virtual money ik heb. Want met 800 kan ik Butcher kopen als ik het goed heb. Butcher? Heet het Butcher? Ik denk het wel. 4, 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Fuck! Oeh, yes! Oké, okay. De andere neem ik ook wel mee, anders wordt het een beetje gescand. Een beetje. Dat is een beetje mijn accentje, een beetje. Ik kom uit de regio van Arnhem, dus een beetje Arnhem.
Oké, ik weet niet wat beter is, mijn zwaard of mijn pickaxe, maar... Ja, ik denk dat ik alles ga doen met mijn pickaxe. Oké, dat was heel fout. Maar ik neem alsnog alles mee, zodat de anderen het niet hebben. Dat wordt weer lekker gestrand. Ik heb helaas geen arrows. Ik weet ook niet hoe je die moet craften, by the way. Oké, het is wel heel riskant om te springen, want waarschijnlijk haal ik het net wel of net niet. YOLO. Oké. Oh yes, nice arrows. Oké, cool. Oh yes, yes, yes. Enchanted bow. Kom maar hier. Dank u wel. Een bow sta ik altijd wel voor open. Dan weet je dat. Ik ga denk ik ook die nummer even weghakken. Het nummer 666. Nee, het nummer 777. Nou goed. Ah shit, ik heb mijn 3 arrows. Daar moet het mee kunnen. Dus ik ben een beetje een pauper, maar maakt niet uit. Er zijn nog maar 4 warriors. Shit, shit, shit. Oh, die klojo. Ja, ik loot alleen maar hoor. Verder doe ik niks. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Oké, nu wordt een episch 1-tot-1 gevecht. En het is met... een andere, ja... Wither Skeleton. Maar waar is die? Zo riskant om hier op het randje te staan. Hopelijk win ik deze game. En na dit potje ga ik de video denk ik ook gewoon afsluiten. Het zou heel kut zijn als ik door een hele lullige reden val. Ik vind het een mooie map eigenlijk. Als ik eerlijk ben. Snakes. Ik vind het mooi gemaakt, dus. Maar dan pleeg ik gewoon fucking zelfmoord. Die fout heb ik ook wel eens gemaakt hoor, dat ik zelfmoord pleeg. Ik heb ook gezien bij een YouTuber dat ze bij elkaar waren, ze waren geteamd. Sprong de andere er gewoon af om de YouTuber te laten winnen. Nou, dat ga ik echt niet doen. Zo gek ben ik ook weer niet. Ik ben een beetje verkouden. Maar maakt niet uit. Ik heb gewonnen! Woehoe! Ik heb gewonnen! Haha! Je hebt gewoon zelfmoord gepleegd, die sukkel! Wat een loser, serieus! Dat klopt niet. Kijk. Nou, kijkers! Vonden jullie dit een leuke video? Ik heb geluk gehad in deze video! Op de tape heb ik fucking gewonnen met Skywars! Laat even een like achter als je dit leuk vond. Abonneer, dan kan hier beneden. En ja, tot volgende keer guys. Later!